Ja, dit nogal robuuste hekwerk, dat stond hier eerder niet. Het was een veel vriendelijker hekwerk, met klaphekken ook, dat je zo het bos in kon. En daar nou, ja, jezelf tentoon kon stellen en wellicht daar een geschikte partner ineens opdook, man of vrouw uit de bosjes. Maar ja, dat werd in de gemeente Ede niet zo gewaardeerd. Dus er is een enorm robuust hek neergezet. Ja, toch wordt toch met de moed der wanhoop nog in de hoek van dit gebied het wel gebruikt voor een soort rendezvous. Kijk, want hier zo ligt dus nog een soort condoomverpakking, zie je? Hier, dit. Is er misschien door het hek heen gewaaid? Of er heel stout overheen gegooid? Zie je wel, je kan het hek wel bouwen, maar we laten ons niet wegjagen. We blijven gewoon hier, hier gemeente Ede, zo'n condoomverpakking over het hek. Zo doen we dat. Je zou haast een beetje archeologisch gaan kijken of er nog sporen te zijn van die periode dat dit wel een hele succesvolle buitensekslocatie was. En nu zie ik hier wel iets met een ringetje. Dat zou wel eens een condoom geweest kunnen zijn, maar bijna in een soort natuurlijke staat weer is vergaan. Zie je dat? Zo bijna weer natuur geworden. En zo vormt dit wel een mooie crossover tussen de wereld van de snelweg en de natuur. Ja, nou mooi. Keurig, keurig.